Knopper en Hogendorp hebben de wedstrijd in gang gezet. Het balbezit is voor Horvat. En is voor Christian Koem. Zwaanswijk voor de tweede achtereenvolgende week. Dus zonder zijn maatje. Centraal achterin, Rob Penders. Swinkels kijkt daar wat tegen de zon in. Dat zou wellicht voor problemen kunnen zorgen in het vervolg van deze wedstrijd. Paas van Zwaanswijk. Niet te belopen voor Gert-Jan Tamires. Maakte 1 minuut dit seizoen voor NAC als invaller. Normaal gesproken centrumspits, maar vandaag dus spelend in de rug van Michiel Kramer. Als diepste middenvelder bij de ploeg van Robert Maaskant. Vrije trap gegeven in het voordeel van deze Mitchell Piquet. Die hersteld is van zijn voetbreuk. Dat komt dus goed uit omdat Van Heesen, de jongeling, blessure heeft aan de hamstring. Vrije trap gegeven in het voordeel van Patrick Zwaanswijk. Overtreding Hogendorp. De Graaf. Rechtsback komt op. En komt dan terecht op een plek die hem niet vreemd is. Kramer. Toch het balverlies. Overname ADO. Koem. Ja, dat is geen goede bal. Kolka. En geen overtreding van Rankovic. Dus mag ADO verder. Meric. Handig. Ingooien is voor NAC. Gorter. Vrije trap. Voor de man die dus voor het eerst in de basis staat bij NAC. Kramer. Niet tot bij Tamires. Paas van Koem is slordig. Zo is het een wat rommelige openingsfase in Breda. Kolka zet druk. Doet hij goed bij Piqué, maar die herstelt het. Bal is nog niet weg. Komt een doeltrap. Zat daar dan niet nog een arm aan van Piqué? Nee, het was de arm van Kolka. Dus is het een terechte beslissing. Horvat. Ami, vorig seizoen nog spelend voor NAC. Hogendorp met Mitiliga, Meric. Leurling. Ruimte gemaakt door Michiel Kramer. Gorter. Koem is eerder bij de bal. Tamires gevonden. Leurling komt langs zij. Knopper.
Nou, mag daar geen fout maken, doet het ook niet. Hogendorp de lucht in met Zwaanswijk. Knopper neemt over. Op zoek naar Hogendorp. Van de leegte. Balverlies, maar scheidsrechter Vink ziet ook een overtreding van Cornelissen. Kwakman. Rankovic stond beter opgesteld dan Tameres. Ami. Hogendorp wil wel. Komt een hoekschop aan voor ADO Den Haag. Via Gorter. Hoe kan Hogendorp vanmiddag zijn stempel drukken op het aanvalsspel van ADO? De hoekschop is van Meric. NAC wil omschakelen. De Graaf. Ami haalt vakkundig de counter eruit. Waar naartoe? Meric ligt het meest voor de hand. Loopactie van Knopper levert balverlies op. Gorter. Heeft daar de tijd niet voor. Meric verovert de bal. Knopper. Rankovic. Cornelissen. Wachtend op Piqué. Maar dat duurt te lang. Dus via Hogendorp. Knopper combineert het met Meric. Maar een hele slordige paas van Richard Knopper. Mitiliga. Kramer. Houdt de bal in ieder geval goed bij zich. Kwakman. Misverstand. Dus is de overname voor ADO, Rankovic. Dat is een prima paas. Soltani. Met de Graaf. Ja, dat is niet echt een rechtsback. En Hogendorp scoort. 9e minuut en ADO leidt in Breda. De terugkeer van Hogendorp direct bekroond met een treffer. Het begint bij Rankovic die een prima paas in huis heeft. Soltani bereikt en dan blijkt dat Edwin de Graaf geen verdediger van beroep is. Er is geen druk op de bal. Hij kan de bal ook gewoon makkelijk voorzetten. Soltani. Maar doet dat vervolgens voortreffelijk. En aan de kopbal van Hogendorp mankeert helemaal niet. 1-0 voor ADO. En dat hij het goed doet tegen de club uit Breda is hier dus maar weer eens mee bewezen. 10 doelpunten in 13 wedstrijden. Dat is een meer dan behoorlijk moyenne. Rankovic pakt zomaar de bal af. Omdat Tameris niet oplet. Hogendorp paaste snel. Had meer tijd kunnen nemen. Leurling.
met Ammi te gaan. Maar Ammi is hij nu kwijt. Komt hem nog een keer tegen en dan fluit scheidsrechter Vink. Vasthouden van de rechtsback van ADO. Ahmed Ammi. Aanwijzingen zijn er van de zijkant. Voor Kwakman. Die in moet schuiven. Zo is ze aangegeven. Een hele slordige paas. Van de leegte kijkt. Het is toch echt wennen daar voorin bij NAC. Omdat het nu in deze samenstelling speelt. Kolka. Ook al een speler bij NAC met een verleden in Den Haag. Opnieuw Kolka. Verdedigd. Prima. Dokoum. Piqué. Rankovic gaat steeds diep. Dat levert perspectief op in het spel bij ADO Den Haag. Hij wordt meestal niet opgevangen. Daar moet Tamires dan volgens mij achteraan. Maar dat gebeurt niet altijd. Het is niet voor het eerst dit seizoen dat ADO Den Haag op voorsprong komt in een uitwedstrijd. Uitwedstrijden waarin het zo zwaar heeft. Twee weken geleden nog in de Kuip kwam het ook op voorsprong door een doelpunt van Knopper. Maar verloor het uiteindelijk met 3-1. ADO dat de laatste 7 duels op rij verloor. Maar nu dus wel knap op voorsprong staat hier in Breda. Hogendorp kruipt slim voor Zwaanswijk en is opnieuw aanspeelbaar. Kwakman, van de leegte. Leurling. Simpel langs Hogendorp. Via Kramer, maar Leurling is de bal kwijt. Het zal van hem moeten komen, Anthony Leurling. En natuurlijk ook van Jonas Kolka. Dat zijn de meer ervaren spelers in aanvallend opzicht bij NAC. Niet dat Tamires een groentje is, maar heel veel spelen doet hij niet. Ammi. Knopper is helemaal vrij. Zwaanswijk kruipt heel slim, precies tussen Hogendorp en Knopper in. Van de leegte. Kolka. Kramer. Sterk aan de bal. Gorter. Ruimte voor zich. Maar eens uithalen. Gorter. Best schot. En de redding van Swinkels is ook prima. Voor het eerst dat de keeper van ADO Den Haag gedwongen wordt tot een redding. Na een aardig schot van Donny Gorter. Het is ook voor het eerst dat NAC gevaarlijk is in deze wedstrijd. Het levert direct de eerste hoekschop op. En dan meldt Zwaanswijk zich in het strafschopgebied. Hoekschop Leurling. Niemand loopt op de bal van Mitiliga. Nu heeft Tamires Rankovic voor zich. Kan hij dus alleen maar terug. Kwakman.
Vrije trap gegeven in het voordeel van Michiel Kramer, die door Tjawa Horvat in de rug wordt gesprongen. Maar zo blijft NAC zoekende. Is het dus wat meer de bedoeling dat Kwakman, die bij balverlies of bij balbezit van ADO Den Haag centrale verdediger is, maar bij balbezit van NAC, moet hij wat verder doorschuiven. Verwijtende blik richting de man die de paas verstuurde, dat was Zwaanswijk. Leurling valt. Was daar wat aan de hand met Ami? Vink stond er ver vanaf, zag het niet. Tamires. Gorter. Dat is een beste bal op Kramer. Kan die er ook wat mee? Ja, hij kan er wat mee. Maar het wordt goed hersteld. Door Chris Koem. Meric met Mitiliga in de rug. Nieuwe ingooi ADO. Opnieuw het duel. Meric Mitiliga. Kwakman peert de bal naar voren, maar daar is niemand van NAC. Maaskant schreeuwt zijn mannen eraf. Niet te veel inzakken. Piqué. Hogendorp. Ontdoet zich van de leegte. Meric. Dribbelaar. Dat laat hij zien. De voorzet wordt aangeraakt. En daar moet het 2-0 worden via Knopper. Wat een levensgrote kans voor Richard Knopper. Maar hij laat hem onbenut. Meric. Ook dat kunnen aardige duels worden tussen Meric en Mitiliga. Kwakman haalt weg. Leurling. Goed verdedigd door Horvat. Voorzet Knopper. Daar komt Soltani. Voorbereidend werk van Meric, goed verzorgd. Via Mitiliga komt de bal voorbij Kwakman. Ja. Misschien niet zo'n makkelijke bal, hij doet het met de onderkant van zijn schoen, Knopper. Maar stuit op ten Rauwelaar. ADO is opnieuw in de aanval. Ami. Knopper. Meric. Cornelissen. Overtreding Mitiliga. Al spreken de cijfers van het balbezit zo even tegen. Het initiatief ligt echt bij ADO.
Merits maakt nu een overtreding. Tameris, te laat. Ami. Maar de defensie van ADO heeft tot dusver een makkelijke middag. Ingooi is voor ADO inderdaad, omdat de Graaf de bal het laat raakt. Vooralsnog de 0. Iets wat ADO niet lukte in de laatste 25 uitduels. Mocht het vandaag een tegentreffer krijgen, dan is dat een evenaring van het clubrecord. Als je dat een clubrecord kunt noemen. Merić kiest voor Hogendorp. Daar komt Ten Rauwelaar. Hogendorp heeft vastgehouden bij Zwaanswijk. Daarom wordt er gefloten. Kwartwedstrijd zit erop. ADO leidt door de treffer van Hogendorp in de 9e minuut. Langzamerhand begint het publiek hier in Breda steeds meer ontevreden te worden. Mitiliga krijgt een zet van Merić. Vrije trap wordt snel genomen door Mitiliga. Leurling. En Mitiliga die mee ten aanval trekt. Leurling. Horvat. Ingooi is voor NAC omdat Leurling druk zet. Wie staat erop bij NAC? In moeilijke tijden. Vakman zou dat misschien kunnen zijn. Veel geroemd al dit seizoen. Kramer. Kolka. Zwakke voorzet van Jonas Kolka. Zo heeft de ploeg van Robert Maaskant moeite om in aanvallend opzicht goed hun werk te kunnen doen. Kansen zijn er nog niet gecreëerd. Publiek fluit, Swinkels neemt de tijd. Gorter gaat wat merkwaardig onder de bal door. Zwaanswijk. ADO kan NAC het spel laten maken, omdat het daar de nodige moeite mee heeft. Soltani. Sneller dan Van der Leegte. Overtreding Zwaanswijk. Omdat er simpelweg eigenlijk niets anders op zat voor de centrale verdediger. Hogendorp. Weer een kans voor ADO Den Haag. Hij heeft natuurlijk ervaring genoeg om op die manier vrij te komen. Slim weggelopen bij Zwaanswijk. Overtreding Cornelissen. Die Gorter een schop verkoopt. Ja, wil NAC iets, zal in ieder geval het tempo omhoog moeten. Kramer. Dat is riskant en gaat ook maar net goed. Zwaanswijk. Kolka is gestart.
Piqué op tijd terug. Soltani. En dus maar weer van vooraf aan beginnen bij Kwakman. Niemand pakt hem aan. En wat is dit dan voor bal? Zo heeft het niveau van NAC ook invloed op hem. Hier herstelt hij het overigens wel, Kees Kwakman. Goed gedaan door Kramer, die nog een sliding inzette, waardoor Leurling in balbezit komt. Anthony Leurling. Dat is een goede actie. Het schot is aangeraakt, daardoor ongevaarlijk. Maar dat leek tenminste weer eens ergens op. Mitiriga houdt meer iets vast. Mitiriga die zijn onvrede uit op de assistent scheidsrechter. En te horen krijg van Vink dat hij dat achterwege moet laten. Hogendorp. Meric. Kwakman. Zoals zo even. Inschuivend met de bal aan de voet. En nu wel met een goede paas. Buitenspel voor De Graaf. Dat vraag ik me af. Er stonden inderdaad spelers van NAC buitenspel. Maar was De Graaf er daar eentje van? Het antwoord is ja. Dus heeft de assistent scheidsrechter dat goed gezien. Hij is geblesseerd. Piqué. En hoe is dat dan tot stand gekomen? Na een botsing? Of in ieder geval na een aanvaring met Tameris? Net hersteld. Mitchell Piqué van een voetbreuk. Geruime tijd was hij niet inzetbaar. Al stond hij wel aan het begin van het seizoen. Vier keer eerder in de basis. ADO even met 10 totdat Piqué terugkeert. Als daar sprake van is. Soltani. Piqué wil nu terug. Hij mag ook terug van Vink. Kramer was nog op de weg terug. Moest dus wel van die bal afblijven. Stond buiten spel. Rankovic. Hogendorp. Niet helemaal lekker in de voeten bij Alexander Rankovic. Hersteld door Hogendorp. Die speelt de bal. Maar wordt teruggefloten door scheidsrechter Pieter Vink. En zo krijgt NAC een vrije trap. Ja, ik kan me de frustratie bij Hogendorp wel voorstellen. Want die speelt puur en alleen de bal. En dat is toch volgens de spelregels. Kramer. Heeft het heel erg zwaar tegen Horvat en Koem.
Een centraal verdedigingsduo dat goed op elkaar is ingespeeld. Maar zeker door de lucht moet er wat te halen zijn. Gezien zijn lengte. Leurling verspeelt de bal. Knopper. Mirić wilde het snel doen richting Ami. Was wat te gehaast en te moeilijk. Mitiliga. Leurling. Gorter. Kramer moet dan combineren, maar telkens als hij wordt aangespeeld, vliegen ze erop bij ADO. Hij gebruikt nu wel goed zijn lichaam, Michiel Kramer. En verovert de ingooi voor NAC Breda. Nu moet hij de bal verlengen. Horvat is blijkbaar in het gezicht geraakt. Stort neer. Ook Leurling is geblesseerd. Ja, heel veel meer kunnen ze Maaskant en Wetzel er niet missen. Wat gebeurt er dan met Tjaba Horvat? Nou, hij krijgt wel een hand in zijn gezicht, maar van Rankovic. En niet van Michiel Kramer. Die daar absoluut geen weet van heeft. Geeft Maaskant ook even de tijd om Kramer nog wat instructies te geven. Over hoe het beter kan en beter moet. Aanwijzingen voor de mensen die zich warm lopen of warm liepen. Met onder andere Cairo. Horvat en Leurling herstelt. Gorter kwam van ver inglijden, maar het mag van Vink. Zwaanswijk kruipt voor Hogendorp, maar Hogendorp heeft de bal. Oh, we zien hem ook snel weer kwijt. Gorter. Leurling komt niet aan de bal omdat Swinkels ver zijn doel uit is. Veer een overtreding gezien door Vink van Hursut Mirić. Zwaanswijk. Iets meer dan 10 minuten nog tot de rust. En dan toch wel onmachtig NAC in het eerste half uur. Veel diepgang bij de Graaf. Kwakman kiest voor Kolka. Zwaanswijk. Nu wel richting de Graaf. Daar is ook Piqué. En veel te moeilijk voor de Graaf. Zo kent ADO tot dusver een makkelijke middag. In ieder geval een makkelijkere middag dan op voorhand verwacht. Mirić. Overtreding van Mitiliga. Het is om en om bij Mitiliga en Mirić. Het zijn pittige duels. En dit heeft niets met het spelen van de bal te maken. Vrije trap, Knopper. En aardig gekopt door Tjaba Horvat. Want die was ook mee naar voren, de centrale verdediger.
Zwaanswijk. Leurling. Achter Mitiliga. Zijn er veel misverstanden. Is er veel balverlies. En loopt het eigenlijk van geen kant bij NAC. Kwakman. Wint het kopduel. Zwaanswijk. Is dat te belopen voor Jonas Kolka. Sultani. Is ook snel. Kolka. Bal is over de zijlijn geweest. Dus gooit ADO. Merkwaardig genoeg begint ook reserve-doelman Jim van Vessem van NAC aan de warming-up. Wellicht dat er iets aan de hand is met Ten Rouwelaar. Of is het een standaardprocedure? Het laatste lijkt meer waarschijnlijker. Want met Ten Rouwelaar is volgens mij niet zoveel aan de hand. Buitenspel. Voor Tameris. De weg terug naar Ten Rouwelaar is afgesloten door Hogendorp, dus moet Kwakman vooruit. Maakt de Graaf de overtreding op Sultani. En de Graaf mag zich melden bij Vink. Geel lijkt nog achterwege te blijven voor de aanvoerder van NAC. Maar het is wel de laatste waarschuwing die is uitgedeeld door Vink. Voor deze overtreding. En dat is inderdaad ongecontroleerd. Van de Graaf. Knopper met de vrije trap. Hogendorp wordt vastgehouden. Door Tameris. Maar het spel gaat verder. Piqué. Swinkels. Ami. Wat kan NAC nog in de eerste helft? Die nog een minuut of zeven duurt. De Graaf. Dat is niet te belopen voor Jonas Kolka. Zo zorgen de mannen aan de buitenkant bij NAC. Kolka en Leurling voor te weinig gevaar. Ziet Vink weer een overtreding van Mitiliga ten opzichte van Meriç. Knopper. Sultani. Piqué. Niet binnengehouden. Nee, de bal is over de zijlijn geweest bij Karim Sultani. Het ontbreekt NAC simpelweg aan creativiteit. Het ontbreekt NAC ook aan ideeën. Kramer wil de bal. Maar komt niet tot een kopbal. Gorter. Zag wel een loopactie bij de Graaf. Tameris is de bal kwijt. Komt hem weer tegen, maar... Heeft hem niet onder controle. Hogendorp van de bal gezet door Zwaanswijk. Geeft hij dan het goede voorbeeld. Kramer. Ja, de bedoeling was goed, maar de bal komt er niet. Niet bij Tameris. En niet bij Van der Leegte.
Wel melden zich nu eens een keer heel veel spelers van NAC op de helft van ADO. Kramer, een achterwaartse voorzet waar niemand op reageert. Er was ook niet zo heel veel van NAC voor het doel, alleen Leurling stond daar. Zwaanswijk, Mitiliga komt mee op. Zwaanswijk kijkt vooral naar Tameres. Maar alsnog Mitiliga. Komt nu Meric ook in aanvallend opzicht tegen. En Meric wint. Een overtreding van Mitiliga wordt door scheidsrechter Vink door de vingers gezien. Omdat ADO de bal nog had. Kolka loopt op die bal. Dat ziet Piqué te laat. Leurling vraagt. En was ook de beste afspeelmogelijkheid. Maar Kolka koos voor Tameres. Hogendorp. Wellicht wat ruimte voor ADO. Meric. Veel te hard. En met veel te weinig gevoel gegeven. Nee, het is niet het voetbal waar het publiek hier in Breda dit seizoen al een aantal keer mee verwend is. Maar ja, toen stonden er ook andere spelers in het veld. Van der Leegte gaat te fel door bij Rankovic. Aan de andere kant kun je zeggen, Knopper kon er met de bal vandoor. Waarom niet de voordeelregel toepassen? Mitiliga. Van der Leegte. Ruimte voor Leurling. Die wat centraler is gaan spelen. Maar het is nog niet de middag van Anthony Leurling. En als ook dat tegen zit. Dan wordt het moeilijk in aanvallend opzicht. Bal overgenomen door de Graaf. Nu misschien Leurling. Nee, Swinkels is op tijd. Zo probeert NAC het. Blijft het moeilijk houden. Maar lijkt het wat dreigender. Weer een vrije trap. Na een duel tussen Meric en Mitiliga. Ja, een van Meric's doelstellingen zal zijn om ervoor te zorgen dat zijn directe tegenstander een gele kaart krijgt. Maar vooralsnog weigert scheidsrechter Vink om die te trekken. Knopper voor alle vrije trappen. Bal schiet door, maar Hogendorp komt er niet aan te pas. Dankzij Zwaanswijk. Leurling. Dat is aardig. Het wegdraaien, vasthouden van Koen. Dat kost hem geel. En dat is niet meer dan terecht. Wat was het idee achter de paas van Edwin de Graaf? Rankovic. Knopper. Aardige paas. Prima op maat voor Karim Soltani. De voorzet niet zo goed als bij de 1-0 van Ricky Hogendorp. Kolka. Komen ze dadelijk minimaal 2 minuten extra tijd bij. En Michiel Kramer komt eigenlijk bij toeval in balbezit. Maar wordt toch eigenlijk ook wel weer vrij makkelijk van de bal gezet. Door Christian Koem. Prima ingreep van de centrale verdediger. Dat dan weer wel.
Mooi op de bal verdedigd. En Kramer landt vervolgens op het been van Koem. Daar. En dat komt eventjes hard aan. Bij de in Duitsland geboren verdediger. Hoekschop, NAC. Getrapt door Gorter. Maar niet goed genoeg. Sotani komt weg. Nou ja, weg van de leegte. Zwaanswijk er nog tussen. Mitiliga. Versneld is zo Knopper kwijt. Kwakman. Moet nog afrekenen met Ami. Kom daar maar eens uit. Hoekschop. Kolka komt vanaf de andere kant aangespurt. Want hij is het die de hoekschop gaat nemen. Wat kan NAC uit deze spelervatting in de blessuretijd van de eerste helft? De hoekschop is goed. Swinkels heeft daar moeite mee. Leurling houdt in. Hij heeft nu de ruimte om te schieten. Rankovic raakt de bal het laatst. Nog een hoekschop. Een soort van aanvalsoffensief nu van NAC. Zwaanswijk is lang. Datzelfde geldt voor de jonge debutant in de spits bij NAC. Michiel Kramer. En er komt weer een hoekschop aan. De 2 minuten blessuretijd zitten er al op. Maar Fink laat nog verder voetballen. Kolka trapt. Swinkels heeft hem te pakken. En dan is het ook direct afgelopen voor wat betreft de eerste helft. En staat ADO Den Haag halverwege met 1-0 voor. Door een doelpunt van Rick Hogendorp. Die voor het eerst een basisplaats heeft sinds 18 april 2008. Hij opende de score in de 9e minuut. En daarna zakte ADO in. Kreeg het nog een hele grote kans. Via Knopper. Maar die wist dat moment niet te benutten. NAC mist de vertrouwde mannen zoals Amoa. Zoals Penders. En dus heeft het moeilijk in de thuiswedstrijd tegen ADO Den Haag. ADO leidt halverwege in het Radverlegstadion. Welkom terug in het Radverlegstadion waar de spelers van NAC en ADO, onder andere De Graaf en Leurling, die discussiëren. Maar de spelers van NAC en ADO zijn terug hier op het veld. En ook zij overleggen Sultani en Hogendorp. En ik vraag me af of er een wijziging is. Wellicht aan de kant van NAC. Ik zie uit mijn ooghoek dat Ellery Cairo zich heeft omgekleed. En zich wil voorbereiden. Dat is even de vraag wie er dan vanaf is. Hier komt de bevestiging. Ahmed Ami is in de kleedkamer achtergebleven. Dat betekent dat Donny Gorter nu op de rechtsbackpositie terechtkomt. Cairo zal rechts aan de buitenkant gaan spelen. ADO staat dus op voorsprong door het doelpunt van Rick Hogendorp in de 9e minuut. En NAC zal zich in de tweede helft van een betere kant moeten laten zien dan in de eerste 45 minuten. Want anders verliest het net als vorige week. En dat zijn dure punten tegen laagvliegers, met alle respect, Sparta en ADO Den Haag. Voor het eerst Cairo.
Kramer biedt zich aan. Gorter helemaal terug naar Ten Rauwelaar. Mitiliga. Tameris is natuurlijk in de kleedkamer achtergebleven en vervangen door Cairo. Niet Ami, die speelt natuurlijk gewoon bij ADO. En hier Kramer. Leurling. Cairo. Daar komt Kramer. Ja, die is groot. En de Graaf krijgt de bal bijna voor zijn voeten. Maar het is te moeilijk om tot een... volle uithaal te komen. Maar wel een aanvallende NAC na rust. In ieder geval met meer dreiging voetballend. Vrije trap was voor ADO en is snel genomen. Sotani. De Graaf is sneller dan Cornelissen. En lost het op met hulp van Ten Rauwelaar. Leurling. Nou, de bedoeling Cairo, maar Sultani heeft dat goed doorzien. Moet ik zeggen dat de paas zwak was. Rankovic. Overtreding van de leegte. Meric. Ami. Rankovic. Weer een fel duel, zoals we dat in de eerste helft vaak zagen tussen Meric en Mitiliga. Kwakman. Met tijd en ruimte om iets te bedenken. Kolka. Die dus aan de linkerkant is terechtgekomen na de komst van Cairo. Knoppen. Rankovic. Knopper ziet dat hij veel ruimte voor zich heeft. Hoogendorp, Sultani is hier altijd bij de bal. Nou, het is een fopduik blijkbaar, want er komt een gele kaart aan voor Karim Sultani. Geen overtreding van Ten Rauwelaar, geel voor de Zwalbe. En wat cynisch zingen de supporters van ADO Den Haag, Suarez. Hij wachtte op het contact dat er eigenlijk niet kwam. Karim Sultani. En ging toen toch nog maar naar de grond. Leurling. Kramer. De Graaf. Wilde de paas binnen doorgeven richting Cairo. Maar daar had hij de tijd niet voor. Moest even inhouden. Maar die gelegenheid werd hem niet geboden. Horvat kruipt voor Leurling. Zwaanswijk. Rankovic. Ruimte voor Knopper. Die alle tijd heeft om te kijken waar de bal naartoe moet. Hij produceert een bijzonder matige voorzet. Zeg maar gerust een slechte voorzet. Maar toch opvallend dat niemand hem aanpakt.
Nou, het begin was aardig van de tweede helft van NAC. Maar het vervolg is er eentje met grote gelijkenis aan de eerste helft. Kramer, Kolka, Lurling. Cairo, Kramer heeft dan even de ruimte om te schieten. Hogendorp veelt de bal in de voeten. Meric ontsnapt aan Mitiliga. Nu toch eens een keer een gele kaart. Dan worden die duels misschien wat minder vriendelijker. Inderdaad, geel voor Mitiliga. Die in de eerste helft al heel veel overtredingen nodig had om Meric af te stoppen. Lurling, Cairo met Piqué. Kramer is voor het doel, datzelfde geldt voor de Graaf, maar Cairo is de bal alweer kwijt. Lurling, ruimte om eens uit te halen. Nou, je mag toch verwachten van iemand van het kaliber Lurling dat hij zijn bal in ieder geval op doel kan schieten. Zo heeft Maaskant dus wel het een en ander omgezet in de rust. Is de Graaf gewoon weer middenvelder geworden. Gorter de rechtsback. Dan is Lurling in de rug gaan spelen bij Kramer. Meric met Mitiliga. Die zich dus minder kan veroorloven in die duels. Hogendorp. Wie houdt wie vast? Vink laat het gaan. De Graaf. Zwaanswijk. Kolka wacht op middenvelders die dan doorkomen. Van der Leegte is er daar één van, maar die verspeelt de bal. De Graaf verovert hem. Cairo gebruikt goed zijn lichaam, maar moet het toch afleggen. En vervolgens de overtreding op Piqué van Ellery Cairo. Die zich moet melden. De vermaning heeft gekregen van Vink. Zo ernstig was het ook niet. Wat de aanvaller van NAC daar deed. Ami. Meric heeft het nu een beetje verbruikt bij het Bredaanse publiek. Zeker als hij daar vasthoudt. En dan mag hij zich ook melden. En gaat hij ook geel krijgen. Vierde gele kaart toch alweer in een wedstrijd die zeker niet onvriendelijk is. Hij gaat van shirt tot shirt. Hoersoet Meric. Maar het kost hem wel geel dus. Gorter. Vergeet de bal. Maar gelukkig voor NAC is Kwakman daar nog. Gestrekt been. Van Karim Soltani. Het is bestraft door Vink. Kolka.
Daar komt Kramer, maar daar is ook de doelman van ADO Den Haag, Swinkels. Cornelissen, na het werk van Soltani, Knopper. Rankovic. Meric met Mitiliga. Nu is het een fair duel. 1-2 tussen Hogendorp en Knopper. En dan Mitiliga die goed naar binnen is gekomen. Kramer verlengt. Piqué haalt weg. Soltani. Ja, te laat gestapt door Mitiliga. Dus mag hij door. Hogendorp. Hogendorp voor zijn tweede. Hij is nu de doelman kwijt en raakt de paal. Dat had de 2-0 moeten zijn voor ADO Den Haag. Maar wat wordt er af en toe matig verdedigd door NAC. Normaal zo'n betrouwbare defensie. Maar sinds de blessure bij Penders is die betrouwbaarheid verdwenen. Kolka met de voorzet nu richting Leurling. Swinkels heeft de bal te pakken. Het zijn van die momenten waar Hogendorp van moet profiteren. Boven in beeld ziet u Mitiliga te laat stappen. Dan is de paas al onderweg. En moet Hogendorp profiteren, maar doet hij dat dus niet. Wacht hij heel lang, doet hij dat eigenlijk goed. Maar verzuimt hij om de 2-0 te maken. Cairo flink aangepakt door Soltani. Vink laat het gaan. Cornelissen. Aanvallende fout. Nota bene van Zwaanswijk. Meric. En dan begint het gefluit weer. Cornelissen. Hogendorp niet. Soltani mist de bal. Hogendorp. Weer de paal. Nou, Rick Hogendorp. Via de kluts eigenlijk komt die bal voor zijn voeten. Maar hij maakt er het beste van. En heeft dan ook nog wel recht op een hoekschop, vermoed ik. Maar krijgt hij dus niet van Vink. Cairo. Van de leegte. Leurling. Vastgehouden door Rankovic. Ja, dan moet je daar ook geel voor geven. Want Leurling was notabene op weg naar een kansrijke situatie. Overduidelijk is de overtreding van Rankovic. Zijn ploeg heeft de kansen gehad om de wedstrijd in het slot te gooien. De ploeg van André Wetzel. Kansen voor rust en kansen na rust. Gorter. Ingestudeerde vrije trap, zo lijkt het. Kolka. Naar binnen toe en uithalen. Ami blokt dat schot. Hoekschop. Zo wordt de wedstrijd er wel interessanter op. Hoekschop Kolka. Indraaiend dus. Kwakman verlengt. Doet hij dat niet met de hand? Van de leegte. Bij ADO was er appel voor een handsbal van Kwakman. Maar Vink zag dat niet. Het schot daarna van de leegte is niet onaardig. En veel scheelt het ook niet. Ami. Meric met Mitiliga. Gefloten in het voordeel van de verdediger. Kwakman. Kramer.
controleert de bal. Nou, zo kun je dat niet echt noemen. Want hij is hem ook meteen kwijt. Soltani. Tempo is duidelijk omhoog gegaan. Overtreding van Gorter. Ook dat is een gele kaart. Want hij is simpelweg te laat. Een prettig gesprek tussen Zwaanswijk en Hogendorp. Maar de vrije trap van Knopper. Opgeruimd door Gorter. Lurling gelooft er wel in. Ami. Meric. Dubbele dekking. Ingegrepen door Zwaanswijk. Knopper. Rankovic. Rare bal. Maar van de leegte. Maar het loopt goed af voor NAC. En ten Rauwelaar stuurt zijn mannen naar voren. Daar moet het gebeuren. Nou, dan is dit een zwakke trap. Als je dan toch de lange bal hanteert. Doe het dan in de richting van Kramer. Vreemd genoeg is de ingooien niet voor NAC, maar voor ADO. Vandaar de reactie van het publiek. Vrije trap gegeven in het voordeel van Knopper. Nog altijd leidt ADO. En heeft het dus al heel veel kansen gehad op meer doelpunten. Creëert het simpelweg meer in deze wedstrijd dan NAC Breda. En is de voorsprong dus verdiend te noemen. Piqué. Greep van Gorter leidt tot een ingooi voor ADO. Het zou toch wat zijn als ADO hier vanmiddag de nul zou weten te houden voor het eerst. In 26 wedstrijden. Soltani. Nou, veel belangrijker zal voor trainer André Wetzel de overwinning zijn. En de drie punten die daarbij horen. Kramer gaat onder de bal door. Cairo is nog wel dreigend, maar komt niet aan diezelfde bal bij Piqué. Wel een ingooi voor NAC. Gorter. Kwakman. Laat Van der Leegte over. Dit is toch veel ingewikkelder. De ruimte lag er bij Van der Leegte. Forse overtreding wederom van Gorter. Die met vuur speelt. Ten slotte al geel heeft gehad van Vink. Kramer.
Cairo. Geen afspelmogelijkheden voorin, dus moet hij terug. Kwakman. Lurling van de leegte is doorgelopen. Lurling zelf op avontuur. Te doorzichtig is de paas naar de Graaf, vond ook Horvat. Soltani. En Gorter die nu goed ingrijpt. Maaskant overlegt met assistenttrainer John Karelsen. Wat zijn de opties voor de laatste ruime 20 minuten? Koem. Mitiliga kruipt voor Meric. Fouad Idd Abdelhaj is gestopt met de warming-up. Gaat zo dadelijk in de ploeg komen bij NAC. En het gejuich in het stadion is een reactie op het scorebord hier, waar de tussenstanden van de andere wedstrijden worden doorgegeven. Feyenoord staat in de Kuip met 3-0 achter tegen de Graafschap. Over verrassingen gesproken. Cornelissen voor ADO met de Graaf tegenover zich. En een prima voorzet, want daar is Knopper. En het is 2-0 voor ADO. Exact een uur na de openingstreffer van Hogendorp maakt Knopper er 2-0 van. En je zou zeggen dat is het einde van deze wedstrijd. In ieder geval de beslissing. Of NAC moet nog iets heel bijzonders in petto hebben. Cornelissen, prima voorzet. Moeilijk te verdedigen. Hij mag hem wederom geven. Zoals Soltani dat in de eerste helft mocht van de Graaf. En Knopper maakt het prima af. 2-0. En ondertussen heeft NAC gewisseld. Is Kolka vervangen door Fouad Idd Abdelhaj. Zo is de tweede treffer voor ADO dan toch gevallen. Een treffer die al veel eerder had kunnen vallen. Kramer. Houdt de bal binnen. Kwakman. Opgeruimd door Rankovic. Zwaanswijk. Cairo. Is er nog niet echt langs geweest bij Piqué. Dit is te zwak om voor gevaar te zorgen. Cairo. Nu is hij wel los, in ieder geval van Cornelissen. Koem is zijn volgende tegenstander. Kramer probeert het dan ineens. Nou, dat zijn niet de makkelijkste ballen. Wel eindelijk eens een bruikbare voorzet van de zijkant. Daar nog eens de bevestiging. Idd Abdelhaj dus als vervanger van Jonas Kolka. Kwakman op het verkeerde been. Opening van Knopper naar Soltani. Gorter. Toch ook niet echt overtuigend terug op Ter Rauwelaar. Maar opgelost zo via Zwaanswijk. Van de leegte.
Of De Graaf natuurlijk. Cairo, opnieuw De Graaf. Dit ziet er dan wel uit als een gesmeerde aanval. De Graaf. Niet begrepen door Lurling. Kwakman, Idab Dalhai. Toch maar een schot. Maar dat wordt al in een vroeg stadium aangeraakt. Cairo. Kramer gevonden. Cairo neemt over. Krijgt de bal ook voor. Voordat de bal over de achterlijn rolt. Maar dan reageert er niemand voor het doel. Hogendorp heeft pijn. Is geraakt door Zwaanswijk. Blijft liggen. En de bal gaat buiten. Het publiek is daar niet al te blij mee. En datzelfde geldt voor Maaskamp. Die furieus reageert in de richting van Kwakman. Zo van, waarom trap je die bal nou over de zijlijn? Ja, als je de regels nou neemt, is het aan de scheidsrechter om het spel stil te leggen. Niet aan de ploeg die op dat moment dan toevallig het balbezit mocht hebben. Duel tussen Zwaanswijk en Hogendorp. Eerst wordt de bal gespeeld, daarna wordt Hogendorp wel degelijk geraakt. Zwaanswijk. Idab Dalhai. Heel veel mensen van NAC nu voor het doel, maar ADO heeft ook voldoende achter. En Idab Dalhai begint aan een slalom waar hij het einde niet van kent. Vrije trap, overtreding Meric. Idab Dalhai. Kramer. Wilde de bal pan klaarleggen voor Kwakman. Rankovic. Ook dat is een overtreding. ADO Den Haag gaat zo dadelijk wisselen. Bogdan Milic maakt zich op voor een invalbeurt. Terwijl we nog eens kijken naar de overtreding van Lurling en van der Leegte. Op Rankovic. Zwaanswijk. Mitiliga. Lurling. Gorter is nu helemaal mee op. Kan dat dan wellicht voor wat paniek zorgen bij ADO Den Haag achterin? Vooralsnog niet, omdat Soltani de bal verovert. Knopper, heel veel ruimte nu voor ADO. Soltani snel. Sneller dan Gorter. Even op adem komen. Cornelissen. Knopper vrij, de paas is te zwak. Daar zit Van der Leegte tussen. Idab Dalhai blijft op de been. Eigenlijk heeft NAC gewoon nog geen kansen gehad na rust. Lurling. Cairo. Zwoegend aan de rechterkant. En er komt geen hoekschop, maar een vrije trap. Omdat scheidsrechter Vink een hensbal heeft geconstateerd. Nu tijd voor de wissel. Hogendorp is niet in staat om 90 minuten te spelen. Zo gaf trainer André Wetzel voorafgaand aan deze wedstrijd al aan. Maken van de 1-0 in de 9e minuut. Fraaie kopbal. Hij is het scoren nog niet verleerd. Ricky Hogendorp. En Bogdan Milic, de Montenegrijn, is zijn vervanger. Vijfde keer dit seizoen dat Milic in de ploeg komt bij ADO.
Vrije trap Cairo. Hens. Hens van Milic. Waarom ziet de scheidsrechter dat niet? En wat een merkwaardig moment van die Montenegrijn. Of is het Koem die het doet? Nee, het is Milic. Daar, dat moet een strafschop zijn voor NAC. Maar Vink ziet het niet. Dat is dan het eerste wapenfeit van Milic in deze wedstrijd. Hij zal toch niet het veld zijn ingestuurd met die opdracht. Iedereen weet in ieder geval dat hij er is, Milic. Ook Zwiebe gaat zo dadelijk invallen bij ADO. Meric. Ami Meric ligt op de grond. Ami voetbalt verder. Meric is ook opgekrabbeld. Milic nu in aanvallend opzicht aan de bal. Soltani. Niet in staat om die bal binnen te houden. Tweede wissel meteen nu voor ADO Den Haag. Meric dus. Naar de kant. Een wat aanvallend ingesteld. Hij is aanvallend ingesteld. Meric. Zoals u heeft kunnen zien in deze wedstrijd. Hij is wat behoudender. Levi Schwiebe. En dus voor de laatste 10 minuten in het veld. Idab Delhaj. Mitiliga. Ja, als scheidsrechter Vink die hensbal wel gewoon goed had geconstateerd. En de bal op de stip had gelegd. Dan had het nog een spannende, hectische slotfase kunnen worden. Maar op deze manier lijkt het een simpele overwinning te worden voor ADO. Soltani. Ingooi ADO. Milic. Ruimte voor Knopper. Schwiebe. Soltani. Worstelt zich door het strafschopgebied heen. Ten Rauwelaar pareert en... Oh! Wat een goal zeg van Knopper. Die mag er zijn. 3-0. Bijzonder fraai. En zijn tweede van de middag. Ook dat nog. Zo wordt het pijnlijk voor NAC in deze wedstrijd. Op deze knal heeft Ten Rauwelaar nog een zeer behoorlijk antwoord. Maar wat dacht u van de uithaal van Richard Knopper? Formidabel. Een doelpunt om in te lijsten. NAC wisselt nogmaals. Het is de derde en laatste wissel. Lurling er vanaf. En Edinho Patinama komt in de ploeg. 19 jaar. En hij maakt zijn debuut voor NAC. Wat een mooie goal van Richard Knopper. Zo zie je ze toch maar zelden. Zo slaat ADO genadeloos toe.
in de laatste 20 minuten van deze wedstrijd. In een wedstrijd ook waarin het al eerder afstand had moeten nemen van NAC. Toen Knopper voor rust nog een grote kans onbenut liet. Knopper nu geblesseerd. Grijpend naar de hamstring. Populaire blessure. Bij heel veel clubs de laatste weken. Zwiebe. Eindelijk dus weer. Voor ADO Den Haag. Cairo. Schotje van Patinama. De debutant. En de bal gaat nu buiten. Zodat Knopper behandeld kan worden. Sterker nog, hij gaat vervangen worden. Wat een wondergoal van hem. Resso Di Hagio is de vervanger van Knopper. Vorige week nog scorend in de wedstrijd tegen FC Twente. Leroy Resso Di Hagio. En zij hebben eindelijk eens weer eens reden om een feestje te vieren. Dat is toch wel een streep door de rekening. Of een flinke domper, hoe je het ook noemen wilt. Twee doelpunten zijn mooi voor ADO en voor Knopper. Hier nog eens die geweldige uithaal. Maar veel blessures. Of nog meer blessures. Zijn niet wenselijk bij ADO gezien de waslijst aan spelers die al ontbreekt. Gorter. Mitiliga. Patinama. Milic. Resso Di Hagio. De nieuwe man bij ADO. De vervanger van Knopper dus. Cornelissen voor het doel. Bal ketst af. Soltani. Oh, dat kan er ook nog wel bij. 4-0. Het wordt pijnlijker en pijnlijker. Niet voor hem, maar wel voor Robert Maaskamp. Zij scanderen 10-10-10. Zover zal het niet komen, maar 4-0. Is ook een flinke overwinning voor ADO. Soltani neemt hem vol op de vreef. En passeert zo ten Rauwelaar. Eerste doelpunt van het seizoen voor Karim Soltani. En de vierde dus van ADO deze middag. Massaal gaat het publiek ook naar huis. Tot zover de clubliefde. Soltani. Zwiebe. Daar gaan ze. Die houden het voor gezien. Zeven duels op rij verloor ADO de laatste weken. Eindelijk gaat het weer eens winnen voor het eerst sinds 17 oktober. Aardig schot is dit wel van Gorter. Maar eigenlijk doet het er allemaal niet meer toe. Laatste keer dat ADO Den Haag won in een uitwedstrijd was op de eerste speeldag in dit seizoen.
Een 4-2 overwinning, een 5-2 overwinning op bezoek bij Sparta. En daar komt nu dus deze klinkende overwinning tegen NAC bij. Schwiebe. Mitiliga mag het oplossen. En houdt de ingooi in ieder geval over. Overigens krijgen we nu door vanuit de catacombe dat de hamstringblessure van Richard Knopper mee lijkt te vallen. Dat is goed nieuws voor ADO Den Haag. Ze kunnen hem eigenlijk niet missen. Patinama. Milic kan dat kopduel inderdaad wel winnen. Gorter. Zwaanswijk. Zo verspeelt NAC 6 punten in de laatste 2 competitiewedstrijden. En maakt het bovendien zelf geen doelpunt. Dan krijgt het er 8 tegen. Dat zijn pittige cijfers. Of komt er nog een doelpunt aan van NAC? Swinkels voorkomt dat in ieder geval in deze situatie. Hij houdt ook eindelijk eens weer de nul. Dat was hem dit seizoen nog niet gelukt. In uitwedstrijden dan. Thuis lukte hem dat wel al. Gorter. Kwakman vraagt om de bal. Is ook een sterke kopper, ondanks het feit dat hij niet eens zo heel erg groot is. Milic. Gorter. Rankovic. Schwiebe. Rezo Di Hagio was gestart. Datzelfde geldt voor Milic. Die komt aan de bal. Bogdan Milic kiest voor een paas. Maar eigenlijk exact op het verkeerde moment. Daar is hij met een zak ijs in de weer. Knopper. Mitiliga. Sultani. Het is afgelopen in Breda na exact 90 minuten voetbal. ADO Den Haag wint met maar liefst 4-0 in Breda. En NAC lijkt te bezwijken onder het grote aantal afwezigen. En als dan ook de ervaren jongens de kar niet kunnen trekken, wordt het moeilijk om wedstrijden te winnen.